Om een initiatief aan te melden, klik je op de grote paarse knop Meld een initiatief aan. Het aanmelden bestaat uit 4 stappen waarbij je zo duidelijk mogelijk opschrijft wat je organiseert en wat je hiervoor nodig hebt. Tip: schrijf je initiatief alvast uit in een tekstverwerker zoals bijvoorbeeld Word. Mocht er dan iets fout gaan tijdens het aanmelden, heb je altijd nog een backup van de omschrijving en de benodigdheden. Op deze pagina vul je stap voor stap de gegevens in. Bij Doneer tot selecteer je de datum tot wanneer mensen kunnen doneren. Let erop dat je rekening houdt met eventuele vooruitbetalingen en inkopen, zodat je op tijd voldoende geld hebt verzameld. Zorg ervoor dat alle verplichte velden zijn ingevuld om verder te gaan met de aanmelding. Na de algemene omschrijving ga je door naar stap 2, de benodigdheden. Hier vul je alle benodigdheden in die je nodig hebt om je initiatief uit te kunnen voeren. Maak eerst een lijstje met alle verschillende benodigdheden die je nodig hebt en geef aan hoeveel deze per stuk kosten. Vul daarna in hoeveel je van alles nodig hebt. De website telt automatisch op wat de totale kosten zijn. Schrijf de verschillende benodigdheden zoveel mogelijk allemaal duidelijk op. Het kan namelijk zijn dat er sponsoren zijn die 1 of meer benodigdheden beschikbaar willen stellen of aan je uit willen lenen via EDOET. In de kolom met het groene hamertje erboven kun je aangeven of je een benodigdheid zelf wil kopen of dat je het eventueel gesponsord of uitgeleend wil krijgen. Kies ja als je wilt dat de benodigdheid ook aan je uitgeleend of gesponsord mag worden. Kies nee als je de benodigdheid zelf aan wilt schaffen. Als je nee kiest, verschijnt de benodigdheid niet in het lijstje met middelen op je initiatiefpagina. Bij stap 3 upload je een afbeelding of een foto voor bij het initiatief. Selecteer een afbeelding die een goed of leuk beeld geeft van je activiteit. Onderaan de pagina kun je ook een filmpje uploaden. Op de pagina staat meer uitleg over het uploaden van een video. Controleer bij stap 4 of alle gegevens correct ingevuld zijn en klik op aanmelden.